in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs Sportploeg 2017. Zij wonnen de eerste Olympische curlingmedaille, het Nederlands junioren curlingteam. Zij werden tweevoudig Nederlands kampioen, Random Attack Team Jaro en Femke. In Nederland wonnen zij dit jaar alle duo-wedstrijden, hiphoppers, Alpha en Omega. Dit jaar was Turkije het gastland voor het European Youth Olympic Festival. Hier won het Nederlands junioren curlingteam met drie Tilburgse spelers niet alleen het zilver, ook namen zij voor deze sport de eerste Nederlandse Olympische medaille mee naar huis. Dat belooft wat voor de toekomst. Jaro en Femke van Judo Club Tilburg deed het afgelopen jaar erg goed bij de Open Nationale Kampioenschappen Random Attack. Zowel Femke Kleemans als Jaro Kuipers werden tijdens dit evenement Nederlands kampioen. Tweemaal goud bij de junioren. Wat een prestatie! Hiphoppers Nathalie Postiguio Lopez en Pierre van Uden slepen de ene naar de andere prijs in de wacht. Zo schreven zij alle Nederlandse duo-wedstrijden op hun naam, inclusief het NK 2017. Ook buiten de grenzen blijven zij niet ongemerkt met het behalen van een zilveren plak op het EK en op het WK.